De zuidwestelijke randweg gaat 6 juli pas officieel open. Nu kan het verkeer al gebruik maken van de Gouden Rakse brug. De werkzaamheden rondom het sluiseiland hebben de afgelopen maanden voor veel overlast gezorgd. De werkzaamheden worden langzaamaan afgerond. Onlangs is de laatste asfaltlaag aangelegd bij de rotonde bij de Julianensluizen. De rotonde moet voor een goede doorstroming van het verkeer zorgen. Bij het verleggen van de toegangsweg naar de binnenstad bij het Bolwerk zijn restanten ontdekt van de oude stadsmuur. Op dit moment worden de restanten hersteld en verstevigd. Daarna verdwijnt de muur weer onder het zand en wordt de nieuwe weg eroverheen aangelegd. Na het faillissement van Bontebal zijn de werkzaamheden op het bolwerk stilgevallen. Inmiddels is er contact met een nieuwe aannemer om te kijken of dit bedrijf het project af kan maken. Volgens de laatste berichten zou de parkeergarage op 1 augustus opengaan. De bouw van de H&M aan de Kleiweg is in volle gang. De bewoners die tegen de achterzijde van het pand aankijken en daar niet blij mee waren, hebben alle rechtszaken inmiddels verloren. Inmiddels heeft H&M de betonnen vloer van het gebouw laten storten. Het filiaal moet aan het eind van dit jaar opengaan.